Ik doe wel zo met haar. Vind je het echt zo erg? Laat ik het zo zeggen. Ik hou niet zo van middeleeuwse muziek met blokfluiten. Het is wel heel Europees. Wat zit je te kijken? Ik probeer mijn beeld van je te vormen. Wat voor werk je doet. Je ziet wat er is. Dat vraag ik me af. Ik ben heus niks meer dan een gemiddelde werkende vrouw. Volgens mij ziet jouw wereld er heel anders uit. Echt niet. Alsjeblieft. Dank je wel. Een jonge vrouw die zich zo weet te kleden, die er perfect uitziet. Je heeft geen tijd om het huishouden te doen. Exact. Waarom wil je dit eigenlijk weten? Belangstelling. Of is het geheim? Nee, waarom? Ik hou me bezig met Europees en internationaal recht. Ik werk heel hard en ik heb nauwelijks tijd om... Tevreden? Begint erop te lijken. En jij? Oh, helemaal niks bijzonders. Ik dacht dat jij iets te maken had met de douane. De douane? Hoe kom je daar nou toch bij? Omdat je hier de mensen vragen stelt. Ik ben maar een gewone politieman. Ben je daar goed in? Ik verbeeld me van wel. En jij? Dat zou jij mijn baas moeten vragen. En behalve onrecht, heb je een stabiel privéleven? Als ik de kans krijg. Het klinkt alsof je het voorbij hebt laten gaan. Ben je gescheiden? Heb je kinderen? Ja en nee. En jij? Nee en nee. Waarom lach je? Omdat ik het naar mijn zin heb. Ben jij altijd zo serieus? Ik ben een Fries. En Friezen hebben geen humor. Jawel, Friese humor. Het wordt link nu. Ik wil geen risico nemen. Wat moeten we dan doen? Code 4. Wat? Je hebt gehoord wat ik zeg. Ik zit hier vast. Ik kan hier nu niet weg. Dan zoek je maar een oplossing. Ja, jezus. Nou, dat weet ik zo gauw niet, hoor. Misschien dat we Dennis... Hallo? Met mij. Waar zit Dennis? Godverdomme. Neem mijn batterij eens leeg. Donder op, ik kom zo meteen wel bij je. Dennis, met mij. Zwart moet worden omgelegd. Ja, thuis natuurlijk. Of wou je me eerst bellen omdat we eraan komen? Roberto. Ene Dennis is naar je onderweg. Hij heeft de opdracht Zwart te liquideren. Ja, we komen er nu aan. Dankjewel voor de gezellige avond. Ik zou het helemaal niet erg vinden als je nog even met me meeging naar boven. Nou, ik had met mezelf afgesproken dat ik dat niet zou doen. Ik bel je morgen. Ik bel jou. Daar hou ik je aan. Staan blijven, handen omhoog.
Stel, ik sta op straat en ik doe dit. Vindt u dan dat ik 4 uur werkstraf heb verdiend? Straks in het Lagerhuis, een debat daarover. Na de ster, tot zo.